Ja man, we beginnen sterk met neus. We gaan even kijken waar die tot toe in staat is, man. We hebben hier even de boel een beetje dichtgebouwd nog. Dan kan ik buiten wat dino's parkeren, misschien ook hier nog iets gaan bouwen en zo. Maar we moeten even kijken waar we dit nou echt per se voor gaan gebruiken. Want wat hier ook een beetje druk met dino's, ook deze Titanosaurus bijvoorbeeld. Die zit heeft voor mijn beesten campen. Ja, daar moeten we uitkijken. Dat willen we niet bij onze deur hebben. En dadelijk, dino's worden groter, sterker, noem maar op. Dus we hebben echt plek nodig. Ik denk serieus dat we deze oase hier beneden er ook nog bij gaan claimen, man. Gewoon puur voor dino's en shit. Ja, lijkt me een goed idee. Maar ik moet hier even zo snel mogelijk wegwezen met mijn rhino. En even slappere targets vinden voor een goede damage check. Daar heb je twee ordinary rexen. Maar die staan ook weer helemaal bij andere... Ja, nee. Nee! Ja, deze kan ik wel aan trouwens, denk ik. Maar die niet. Nee! Oké, ren. Ren. Hij doet helemaal niet zo heel veel damage, de rhino. Oh nee. Oh, 3.4k, hallo trouwens. Nou. Als ik een goede charge heb. Bro, dit ding sleet, man. 4.2. Kijk hier. 4.8. Maat. Oké, dus toch wel sterk. Easy, alleen ik kan geen bodies farmen, man. Dat is jammer. Excellent boskibbel, rock elemental. Oh, ik doe wel damage op dat ding, man. Bro, die kan killen. 22k. Oh, hij doet ook heel veel op mij. Ren. Oké, dat moet ik niet doen. Oké, ik weet dat ik heel veel damage kan doen met deze rhino als ik full charge ben, man. Oké, ziek. Chill om te weten wel. Oh, en die bessen. Wow, ja, man. Ik heb bessen farmer. Chill, nice. Oké, is wel big op zich. Niet slecht. Die damage die ik deed op die Gohan. Ik kan gewoon met deze Rhino kan ik sterke dino's killen. En vooral die Gohan zijn wat slomer, maar ik weet nog niet zo goed wat ik er aan heb om die te killen, zeg maar. Ik denk dat we maar gewoon even op zoek gaan naar een Unreal Dino. Misschien zijn die nog sterker. We hebben wel maar één kibbel, though. Misschien kan ik er twee craften, moeten we even checken. Ligt er een beetje aan welke dino we dan kunnen temmen, snap je? Even kijken. De Unreal Kibble heb ik in mijn inventory zitten, maar... Eigenlijk moet ik dan ook even een paar... Hier wil ik even heel veel woed aan doen nog. Voor gunpowder erbij maken. Ja, die kibble. Unreal Kibble. I mean... Je hebt ook een Dino Armor, man. Oh, zo zie ik. Oh, Unreal Essence ook. Ja, we moeten Unreal Essence krijgen op een of andere manier ook, maar ja. Ja, ik kan er één maken. Nee, ik heb twee in totaal, maar ik wil eigenlijk ook even iets meer van die sniper ammo hebben. Zodat ik sterkere dino's neer kan halen, man. Als ik een sterke Unreal heb, ja, dat zou echt fucking ziek zijn. Ik weet niet hoe sterk die zijn en wat je er dusdanig aan hebt. Oké, man. Ja, nou kunnen we legit wel even vooruit, man. Holy shit, Unreal dino tijd. Oké, we gaan op avontuur gewoon even lekker vliegen, man. Ik weet dus nog niet zo goed wat je allemaal van Unreal hebt. In mijn beleving heb ik eigenlijk alleen nog maar kleine dino's van Unreal gezien. Hier zie ik er volgens mij één staan. Of is het een Phoenix? Dat is een Phoenix. En het probleem met die Unreal dingen is, ze kunnen dus ook onzichtbaar worden. Dus af en toe zie je ze ook gewoon letterlijk niet. Hier, Unreal Raptor door. 260. Die heeft één kibbel nodig. En hier heb je nog iets lopen. Dat is een Unreal Dilo. Maar die Unreal Raptor bijvoorbeeld, die heeft ook al superveel HP. Echt 91k, maat. En een Unreal Dilo heb je er ook staan. Ja, ik ben op zich wel low-key geneigd om gewoon die Raptor te schieten, man. Ik bedoel, het is ook een hoog level. 260, dat vind je denk ik niet zomaar van Unreal. Het blijft toch een soort van bijzonder, I guess. Zullen we er gewoon voor gaan? Fuck it. Nee! Oh nee, ik was zo close. Oh, ik had even meer afstand moeten nemen, man. Oké, we weten niet van waar we dood zijn gegaan. We vliegen er gewoon meteen weer heen. Snel een sniper reloaden. Sick, heel nice. Kijk, hier is die gek. Waar ben je? Is dat hem? Dat is de dilo, man. Hier, de raptor. En slaap. Oh, bro! Wat mis? Oké, die slaapt. Ik weet niet of deze dus ook nog speciale aanvallen hebben. En als het goed is, nou gewoon één kibbel erin maken en dan is die van mij, man. Kibbeltje. Unreal kibbel. Nee! Oh joh, wat gebeurt? What the fuck was dat vanavond? Oké. Ik kreeg lijpe damage over time of zo. Die dealer wil ik niet temmen, die vind ik te laag level. Ik weet ook nog helemaal niet waar Rudy woont trouwens. Misschien is het ook wel leuk om nog even op bezoek te gaan bij Rudy.
Oh, ik ben echt benieuwd wat deze raptor allemaal kan, man. Even serieus. Gaat het echt waarde hebben om ons naar het volgende level te tillen, of niet? Devilish Parasol. Oh, we hebben hem. Oh, dit is weer Beatrice, man. Beatrice. Beatrice. Oh, 666, jongen. Kijk die HP. 666.6. It's the devilish shit, man. Hoppa. Ik doe jou even mijn cryopodbal. Dan ga ik even bij mijn bezemzadel fixen. En dan gaan we ook meteen even testen wat je allemaal kan, man, Raptor. Ik ben echt heel benieuwd. Oké, de ding is heel wavy, man. Oké, ik kan... ik kan een Hadouken schieten. Kennen jullie Street Fighter? Als je Street Fighter kent en je weet wat Hadouken is, dan zit je hier goed, jongen. Kijk dan, dit is gewoon die van Agu, hoe heet die ook alweer? Die duivelse Street Fighter guy. Die kan dan springen en dan van die ballen schieten. Ja, dat is vet. ik weet niet of die nou echt heel ziek is. Ik heb ook een gevoel dat ik steeds wat aanvallen niet weet of zo. Dat ik gewoon niet weet welke knop ik moet indrukken voor die attack, snap je? Oeh! Ik krijg een Unreal Essence! Van die... Oh! Oh ja. Oh, dat is heel big, man. Oh, dat is heel chill. Hey, let's go, man. Ja, chill. Oké, Bobber. Hey, 1000 damage. Ik heb nog niks op damage geüpgrade. Hij is ook echt een moker en moker snel, man, dat ding. Kan ik hier iets killen allicht? Descended Rock Elemental. Die kan ik misschien wel killen. Oh nee, Excellent. Ja, die Descended wel, maar die Excellent wel lastig. Ik moet even wat XP hebben voor level zo, man. Dus deze, die ordinary dingen, die raak ik nou zo kapot als het goed is. Bro! Wojo! Wojo, wat doe ik allemaal? Wat gebeurt er? Gast, ik ben zo powerful sterk, maat. Niet te doen! Descended Rock Elemental. Dood, G. Hop, die damage over time is zo insane. Deze krijgt dat ook. En hier doe ik wel iets minder damage op. Maar kijk die damage, die percentage damage over time. Wat ik doe op deze excellent Rock Elemental, maat. Deze raptor sloopt hem, G. En dan die bom erbij met 6k damage. Bro, dit is niet normaal, man. Dit is echt niet normaal. Gas, wij slopen gewoon bos elemental dino's nou, man. Holy. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal, man. Hoe hebben wij dit geflikt, ouwe? Even serieus. Dat heb ik nooit verwacht. Never, 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 never nooit. En de harvesting is ook zo relaxed. Ouwe, dit is ziek. Dit is echt heel ziek. Ja, die HP, ja, ik krijg zo weinig HP erbij. Dus ik kan beter op damage zetten, denk ik. Ik ga gewoon even die damage helemaal uppen. 800%, dit is echt niet normaal, man. Wat wij hier hebben gedaan, deze ordinary... Ja, ik wil niet overmoedigend raken en die aan... Nee, dat wil ik niet doen. Dat moet ik niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Wow, ik smelt de dingen. Dit is echt niet normaal, man. Hiermee kan je farmen, ouwe. En dus ook die Unreal Essence. Wat super handig is. Kijk, die damage over time, man. Dat blijft gaan. Ik val niets aan, hè. Ik val niks aan, nou. En je hebt zo nog een kans dat ze gewoon de aanval missen. En de healing. Als ik iets kill, krijg ik lijpe HP erbij. Deze dino is echt veruit de beste dino die ik heb, man. En ooit heb getemd in deze modpack. Unreal is that shit. En vooral omdat deze zo klein en wendbaar is, gaat hij zo snel hier doorheen. Maar imagine of ik dus misschien een Unreal Rex of zo kan temmen. Een andere grote Unreal Dino. Hoe sterk die dingen dan zijn? Ja, dat weet je niet, hè? Ik weet ook helemaal niet of ze er zijn. Ik heb alleen maar kleine dino's gezien. Oh, ik wil dat zo graag doen, maar ik wil dat ook heel graag niet doen. Snap je precies wat ik bedoel? Ja, deze is wel even twee tuin. Misschien als ik een laag level vind dat ik hem aan ga vallen, een Divine. Ik weet niet hoe hoog die op de ladder staat, namelijk. Divine Allosaur, level 1, hè? Huh? Want dit is een excellent Titanosaurus. Die durf ik nou wel te attacken. Snap je? Snap je? Kijk die damage die ik al heb gedaan. Snap je? Ik hoop niet dat ik in één keer dood ga door de ding. Unreal Sanctions. Hij mist. Hij doet maar 700 damage op mij. Oeh, 2k. Oké, hij doet wel damage terug, man. Maar bro, ik ben gewoon hoge, sterke dino's aan het slopen met deze raptor. Die fights zijn insane, ouwe. En dood. En dood. En dood. En dood. Maar ik zit dus eigenlijk ook al op het punt dat ik die bosses kan temmen. Je ordinaire Rex even tussendoor in de stress. Ik kan die kibbel fixen van die bosses met die Unreal Essence, man. Maar ja, ik wil nog niet te snel gaan rushen, man. Ik wil eerst ook nog veel excellente dino's gaan termen. Kijken hoe die zijn. En die Unreal tier wil ik sowieso even afwerken, man. Oh, Divine Spire 130. Divine Guardian, bro. Oh, wil ik dit doen?
Dat is wel laag level. Zou ik het doen? Ik durf niet. Ik ga het doen. Fuck it. Fuck it, fuck it. Au. Oh, au, ik overleef. Ik overleef. Oh, ik krijg wel heel veel damage terug ook. Oh, goddamn. Ik weet niet of dat slim is, man. Oké, okay, het is niet slim. Ik ga rennen. Nee, nee, nee. Divine Guardian is next level shit. Ik kan wel. Ik kan hem killen, maar dan moet ik healen tussendoor, man. Dan krijg ik ook zieke damage over time de hele tijd. Oké, okay, deze moet even snel dood. Kijk, heals. Oké, okay, thanks voor HP. Oh, daar komt hij aan. Nee, 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 nee. Maar hij hield ook als een malle gek. Hij zit... hij zit flink achter me aan. Helma. Nee, 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 nee. Snel wegwezen hier. Nee, als hij nog lager level is, oké. Okay, maar dit... Nee, dat is wel echt een tier hoger, man. Veel hoger. Die krijg ik niet zomaar dood. Ik smijt je weg, man. Ik ga stuk houden. Deze raptor is insane. Zal ziek zijn dat ik die Beatrice kan tamen of niet? Of kan breeden. Maar dan zou ik dus nog een male Unreal Raptor moeten vinden. En als ik hier een leger van heb. Gast, als ik hier gewoon 3 van heb of zo. Die mij achtervolgen. Fucking ziek. Dan kan ik echt een leger creëren, man. Ik zie er wel zitten. Dan moet ik even een Unreal male Raptor gaan vinden. Kijk, kill een paar dingen en ik ben weer zo geheel, man. Bro, dit is niet normaal. En ook gewoon die excellence. Ik farm die dingen nou gewoon, man. En ik heb ook al die essence nodig en die sals van die excellence. Dus dat is alleen maar goed. Dit is een ordinary... Oké, okay, ordinary kan ik sowieso aan. Je moet ook nog niet te nonchalant alles gaan killen wat ik zie, man. Want er kan goed zo'n goede dino tussen gaan zitten nog op een gegeven moment. Dit is een... Ordinary, oké. Okay. Oh, wayo! Huh, is er de beest van Rudy? Hallo? 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 Ha. Hoor je mij? Ja. Hey, ik heb per ongeluk je beest gevonden. Hey, nice. Hey. Zie je mijn aap ook door de lucht heen vliegen? Ik zie een aap vliegen, ja. Huh. ik weet niet zo goed wat het is. Misschien zit hij op de rug van de Ichthyornis. Oké, okay, dat is heel random. Wat heeft hij nog meer allemaal staan hier? Wayo. Buiten gewoon een mooie crafting area. Er zijn fortjes en ovens, denk ik. Hij heeft echt een soort van haventje gemaakt of zo. Ja, man, met die katamaran boot erbij. Lijp. En de awesome teleporter, man. Die moet ik echt nog even mee beginnen. Sorry, die dingen die summonissen volgens mij. Ja, is dat een speciale of zo? Daar boven de lucht. Dat is een descendant. Ja, nou, dat is niet zo speciaal. Ja, niet super speciaal. Nee. Maar... Zo, oké. Okay. Er waren er best zoveel. Ik dacht, oh nee. Jezus. Oh, nee. Ik had jouw beest helemaal nog niet gezien. Ik wist echt niet waar je zat. Godver. Oh, ja, ik vloog toevallig ook langs jouw beest. Dus je zit echt super dichtbij. Ja, ik hoorde iemand hallo zeggen, maar ik kreeg het niet van mijn geest. Oké. Okay. Ja. Ja, it was me. Oh, is het een Unreal? Ja, man. Die zijn echt ziek. Heb je de bos verslagen? De bos? Die aap. Nee, die kun je gewoon craften. Kun je deze gewoon craften, deze raptor? Nee, de Unreal kun je gewoon, de kibbel kun je gewoon craften. Huh, maar er stond toch dat je die bos daar eerst voor moest killen, want dan kreeg je Unreal Essence ofzo. Wacht, waar is jouw workbench? Yeah. Want het ding is, ik heb, het kan goed zijn, ik woon bij bosses. Ja. Yeah. En er worden heel veel bosses gekillt naast mijn base. Oké. Okay. Dus het kan goed zijn dat ik random bosdingen in mijn inventory krijg af en toe. Even kijken. Want je hebt Unreal Kibble heb je... Oh nee, dat kan ik ook gewoon craften. Nee, die kun je gewoon craften. Dat is helemaal niks speciaals gewoon. Oh, maar ik had gelezen dat je eerst die aap die de Unreal Element moest killen. To unlock Unreal Kibble voor de blueprint misschien of zo. Nou ja, ik wou die boskibble... Ja, excellent. Ik zat gewoon met excellent te kloten. En toen zag ik een Titanosaurus voor mijn deur. Ik dacht, ja... Maar ja, dan moest ik dus een Unreal Kibble hebben om die boskibble te maken. En ik dacht, ja. Oh ja, nou laat maar, dat kan dus niet. En toen een Unreal Kibble, die kan ik gewoon craften. Oh ja. Ja. Oké, okay, ja, dat kan ik ook gewoon. Ja, even veggie cake moet ik dan alleen nog even fixen. Ja, dan moet je gewoon die lootbos killen, man. Die dropte echt insane shit. Oh, die hebben we ook gecraft. Oké, okay, ga ik dat doen. Kijk. Lekker. Dit. Ik heb mijn opnames niet aan. Dropt hij die? Nee, dat zijn de... Hij dropt een sniper vaak. Ja, oh en shit. En die kogels kunnen me schieten. Die doen echt 20k torpen per schot. Is het weer zover? Oh, het is weer zover. Oh. Ja. Ja, ik moet even turrets gaan installeren voor, gewoon voor de kraaienplaatje. Ja. Oh, wat een zieke gun ook.
Ja, is vet, hè? Oh, echt groen. Ja, ik vind het wel echt een zieke mod, man. Ja, ik vind mijn plekje ook wel lekker. Je moet dus zo'n Unreal temmen, jongen. Ik weet niet welke Unreals er allemaal zijn, maar... Maakt niet uit welke, ze zijn zo ziek. Als je daarmee in combat zit, dat is echt... De combat is echt heftig. Ja, maar ze hebben special move, toch? Ja, half meer passive. Ja, ze zijn wel unspecial, maar... Het is meer de passive wat heel ziek is. Ja, oké. Nou, dan ga ik die zekers checken. Ja, man. Het is lijp. Ja, ik moet sowieso even een slayer hebben voor die bosses. Want ik had een Megatherium getamed. Maar ja, die is... Ja, ja, die lootboss die kun je gewoon niet raken. Omdat die het in de lucht vliegt. Ik heb dat met een ordinary Spino gedaan. Maar dat was echt 10 minuten klikken. Maar wat de ziekste lifehack is... Je moet zo'n dodo spannen. Die dodo boss. Ja? En dan gewoon een paar van die lootbosses erbij. Dan killen ze elkaar. Dan doet die dodo meteor attack, die killt dan ook die lootbosses half en dan hoef je niet zoveel te klikken. Oh, oké. Ja, dus dat is wel een zieke manier om een beetje te farmen. Oké. Ja, dat ga ik wel even doen dan. Ja. Maar een mooi hok, hè? Ja, het is een mooi huisje. Dicht bij de skull zo. Piraten vibes, ja. Yeah. Oh, wow, joh, die heb ik helemaal niet gezien, joh. Die is ook veranderd. Ja, die is veranderd, ja. Was van een soort van... Batman 19... Ja, maar dan echt een, zeg maar, een slappe zaad van Batman. Ja, klopt, ja. Oh, maar ja, ze hebben hier volgens mij alle tijd en geld in deze cave gestopt, zo te zien. Ja, dat is... als je eromheen kijkt, is het treurig, hè. De vulkaan is groen. Ja, dat ben ik nog niet eens geweest, trouwens. Maar ik zie ook gewoon daar allemaal stenen zweven. Ja, het is nog niet helemaal super. Maar de mod, nee, maar... de mod is echt chapeau, man. Ik vind het echt vet. Ja, die mod is echt dik. En hij voelt er gewoon wel af of zo, weet je wel. Ja. Gewoon goed speelbaar, dus dat is wel nice. Ja, ziek. Alright, dan ga ik ook maar eens mijn opname aanzetten. Ja, kom maar op bezoek een keer als je wil. Ja, is goed. Ja. Yo. Beatrice out. Nee. Ik spring over dat hele water heen. What the fuck? Oké, dan ga ik nog een keer proberen, man. Ik ga van een 4 naar Rudy springen. Let op. Oh, die was niet goed. Dat gaan we nog een keer doen. Bro, dat was een C, man. Wat? Dit is zo raar. Hoppa! Kijk dan! Dat is toch ziek? Lijn, man. Unreal Raptor. Echt de meest insane dino. We waren nog op zoek naar een mail Unreal Raptor, hè. Dan kunnen we die ook nog temmen. Dan kunnen we die breeden, man. Als we hier een legertje van hebben, dan slopen we echt alles wat we zien. Geen stress. Oh, Descendant Little Dodo. 9,6 miljoen HP, maat. Maar weet je wat ziek is? Ik weet niet hoeveel damage die op mij doet. Ik denk dat ik meteen neerga. Kan ik hem niet één keer hitten? Die damage over time ben ik heel benieuwd naar wat er gebeurt, man. Oh, die was mis. Ah, eng. Oh, die was mis. Toch? Bro, ik vind het zo na, jongen. Nee, die kan ik niet hitten. Huh? Supreme Dodo. Die devilish. Oh, dat vind ik eng. Dat vind ik niet nice. Of zo. Oh, die krijgt wel heel veel damage, man. Schiet hij nou maar een raket op mij? Oeh. Nou, man. Ik kan hem wel junken, denk ik, man. Als ik gewoon die ballen van mij erin ga schieten hier. Oh, hij doet ook zoveel damage op mij, man. Bro, dit zijn echte battles. Heal. Heal! Oh nee, ik ga dood. Ik ga dood door deze dingen. Dat moet ik niet doen. Ik ga flink dood door deze dingen. Wegwezen, gek. Nee, man. Holy shit. Die raptor kan zo snel ook door dat bos heen rennen. Oh, dat was weer een devilish. Die kan ik wel aan. Die was level 140, 94 kapen, geen stress. Ordinary, oké, ik was al bang. Maar nog geen Unreal, andere Unreal raptor, man. Hier, een devilish allo, dat moet ik niet doen. Moet je nagaan als deze dingen zo nog geïmprint zijn, hè? Oh, dat is insane. Oké, hier descend het allemaal. Dood. Hoppa. En ik heb dus ook een soort van passive dat ze attacks missen. Zo, oh, dat is divine. Dat gaan we niet doen. Oh, die Tawny Dragons. Oh, ik wil dat zo graag doen, man. Ja, volgens mij als ik hier omhoog ga komen bij mijn base, of niet? Abyssal Indominus Rex, helma. Oh, ik ben weer heel ergens anders gewoon. Maar ja, ik kan toch gewoon vliegen met de raptor, dat maakt niet uit. Hier is mijn base, man. Dan hebben we die Unreal nog niet. Ik ga even naar die Unreal spot hier links, waar ik deze ook heb getemd. Er waren meer Unreals. Als je een male raptor hebt, ja, dat is gewoon echt waar, man. Dat is echt word. Dat is hier links ergens. Oh. Oké, deze spot was dat, geloof ik. Komt alles nog achter me aan hier? Nee, niet helemaal. Of moet ik nog iets verder? Nee, iets verder is volgens mij. Ja, man, hier was die spot.
De Unreal Spot. En dan heb je hier die Dilo, die ga ik wel even killen. Oké, okay. Oh, dat is ook gewoon een battle, maar ik mis heel veel tegen die Dilo. Omdat die half onzichtbaar worden de hele tijd natuurlijk. Maar ja, dat heb ik zelden natuurlijk gewoon precies zelden. Oh, dat is moeilijk om te killen, man. Oh, hij kan ook zijn bom schieten natuurlijk. Eén hit. Daar is hij. Hij zit te healen, die gek, man. Nice. Oké, okay, dood. Ja, dan moet ik even zoeken of hier misschien nog een Unreal is. Ja, dat is lastig te vinden, man. Want het zit gewoon op raptorspan, neem ik aan. En die raptorspan hier allemaal een beetje irritant aan het water. Dan heb je een devilish. Ja, dat moeten we niet hebben. Ja, ziek. Ik one-tap in principe gewoon bijna alles, man. Kijk dit, jongen. Dit slaat helemaal nergens. Ik vind het zo vet, jongen. Hey, je hebt een tribe, man. Hier, ik ga die tribe even terug aanvallen. Dood, dood. Ah jee, yeah. Zal ik even naar de andere kant van het strand? Hier heb je wel raptors. Ik heb het gevoel dat er wel een zeldzame spawn is ofzo, Unreal. Excellence echt overal, Unreal. Ja, toch niet echt ofzo. Bro, wat is dit huis? Een tribe! Ah jee, yeah, mijn huis. Sorry man. En je bent gereed. Kijk, dit is ook geen Unreal of wel? Nou... Jawel, dat is een Unreal, female. Ah, dat is jammer. Oké, maar we hebben wel weer eentje gevonden, dat is nice. Oh, ik doe 11k damage, holy shit. Oh joh, what the fuck? Huh? Dat is een Unreal Raptor, maat. Was dat meel? Ik heb hem niet gezien. Waar is hij nou ook? Oh, hij zit er in het water. Wacht, kan ik hem niet in het water temmen of zo? Dan is hij niet zo snel. Ik kan onder water schieten met een sniper, man. Volgens mij was het een mail. Hallo, ga omhoog. Daar, ja, daar. Kijk hier. Ja, mail, man. Hij heeft scheid. Hij doet niks. Oh mijn god, dit is gewoon letterlijk mijn breedkoppel. Nice, Snokkie. Oh, wat goed. Dan hebben we Beatrice hier. Maat, als we die gaan imprinten ook nog, dan hebben we zo'n goede dino's, jongen. Dan hebben we er ook meteen drie. En dan kunnen we echt bossen gaan verslaan. En makkelijk ook. Lijp. Oh, ik hoor er nog één. Nog een Unreal, man. Oh nee, dat is een Ordinary. Unreal Kibble. Oh, deze is ook veel meer HP, man. 38 HP is dat. Maar die heeft 64 HP is dat... Huh? Dat is weird. Nou goed. Zou wel goed zijn, man. I don't care. Ik neem nu mee naar de base. We gaan flink even breeden. Kan dat eigenlijk? Er staat niet ready to mate of zo. Oh wel, ready to mate. Maar niet onder. Oh, ik zit ook helemaal bovenaan de map nou, man. Oh, dan moet ik even uitkijken. Ja, ik schiet hem al gewoon even nokje, man. Ik noem jou Mr. Shank. Oké, okay, Mr. Shank, let's go, man. Ik duw jou even in je bal. Ah, nou heeft hij ook minder AP, huh? Als hij getamed wordt, heeft hij in één keer minder. Dat is apart. Ik moet precies die kant op. Ik denk ook gewoon om het eiland heen gaan lopen of zo. Oké. Okay. Dus als ik deze hiernaast zet. En hun allebei op meting zet. Behavior enable meting. En behavior enable meting. Dan krijg ik. Baby! Unreal baby gek! Oh, ze worden allebei onzichtbaar. Ze gaan het doen. De paringsdans. 6% duurt wel eventjes. Oké. Okay. Heel ziek dit. Heel nice. Poh, intense koek, man. Als ik nou gewoon even 10 van die lootbosses craft, dan... Bro, dat is zo fucking ziek. Want als ik hier naar bos ga, dan kan ik tier 2,5 worden. De Unreal Element. Oh, daar heb ik Descendant Milk voor nodig. Hoe kom je aan Descendant Milk? En met deze lootboss, die kan ik... Ja, ik doe gewoon 10, hop. Oh nee, ik mis Excellent Sals, wacht. Hier. Craft er meer, man. Ik wil meer lootbosses killen. Oké, okay, nou, ik moet even ook meer metal en zo hebben nog. Misschien even een kleine farmronde doen. We hebben er 4 in ieder geval. Ligt hier boven metaal toevallig? Vaak ligt het toch gewoon op die random ass rotsen hier. Gewoon even een stekje aan metaal, meer heb ik niet nodig. Wow, wat gebeurt? Oh nee. Kijk, hier heb ik wel metaal, man. Kijk, lekker. Als we deze even snel leeg hakken, dan hebben we weer echt genoeg ingots voor al die tijd. Die Unreal zijn toch nog even lekker in kjetsen, dus... Oh, er zit wel een dino achter me aan. Is dat niet die geglitchte Megalosaurus? Volgens mij wel, toch?
Ja, deze Megalosaurus vliegt half, je kan me niet raken. Super raar is dat. Nou, dan hebben we ook een metaal. Raak ik even in je oven meteen en gaan gek. Maar dat betekent ook dat ik dan een shitload een element kan krijgen, man, als ik die bossen pakken kill. Hey baby, nice. Dan moet ik even airco's hebben nog volgens mij, man. Nee, 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 nee. Hij zal aan het uitkomen zelfs. Hey, lekker. Oké, Spino gaat even buiten. Sowieso even de grote dino's even buiten neerzetten, anders hebben we echt geen ruimte meer. Ah, nee. Kijk nou, wacht. Wie raam mijn ei nou op? Is er nou die... Is er nou deze oviraptor die mijn ei chakt, of wat? Ja, joh. Broer, dat is niet... Moet ik hem dan even in de hatchery rammen. Wat voor Titano staat hier eigenlijk? Misschien kan ik hem wel even opruimen. Met Mr. Shang. De Celestial met 15 miljoen HP. Die kan ik niet opruimen met Mr. Shang, man. Maar dit is echt één gevaarlijke Titanosaurus. Eén move van die Titano. En mijn base is weg gewoon. Even serieus. Ja, trouwens, intussen dat deze uitkomt, kan ik alvast mijn bosses... Nou... 4 lootbosses. Allemaal tegelijk om mij. Laat maar komen. Ik hoop dat ik ze een beetje kan raken met deze. Zou wel ziek zijn. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ik raak ze wel. Oké, 4 tegelijk. Dit is wel een beetje intens. Ik weet niet zo goed wat er gebeurt, maar... Ze zullen vanzelf wel doodgaan, denk ik. Dit slaat er helemaal nergens op. Echt waar. Laat maar komen, gek. Laat maar komen. Bro, die damage. Ja, het valt die damage over time, want ik zo ziek is. Drop vanilla item wel men killed, oké. Heel vanilla is het eigenlijk niet wat hij dropt. Ja, het duurt nog wel langer dan dat ik had verwacht, eerlijk gezegd. Maar goed, ze gaan sowieso allemaal dood hoor, geen stress. Hey, GG man. Volgens mij gaan de eerste al neer. Hij is dood. En dan zijn ze allemaal dood als het goed is. Toch? Ja, man. Dan hebben we hier de loot. 503% weer, hè. En alle artifacts, even serieus. Blueprint, ja, die is al trash. 2 nieuwe pikes, Unreal Essence, die zat er natuurlijk al in. Mastercraft Descended Sickle, dat is wel iets wat we nog nodig hadden. En dan heb ik wel betere hatchet nog. Ja, niet dat het heel belangrijk was, eerlijk gezegd. Maar die, ja, die sickle, leuk. Maar ja, ja, vooral 162 element, wat dan relaxed is. Maar ja, al sum je er 30 tegelijk, mij wat? Snap je? Dat... Als je gewoon even 30 summon, dan heb je echt zoveel spul, jongen. Maar het is wel steeds dezelfde spullen die drop, heb ik een beetje het gevoel. Maar het is gelukt. Ons plan werkt. Dan kunnen we dit allemaal ook weer hierin maken, zo. Hoppa. Jeppa. Mooi, man. De hatchery. Kom maar door. Unreal egg. Chaka. Baby Unreal. Meel. Nice, man. En dan hopen dat die even geïmprint wordt. Maar ja. Dat zien we allemaal in de volgende afleveringen, mensen. Van Ark Modded. Ark Descendant. Ik vind het heel ziek en we zijn echt lijpe progressie in het maken. Thanks voor het kijken. Tot de volgende. Peace.